jongens en meisjes. Vandaag is alweer de derde dag van de vakantie Bijbelweek. En deze dag gaat het over feest. En daarom gaan we een trommel maken. Daarvoor heb je nodig een literblik, plakband, een beetje lijm, wat versierspullen en een ballon. Dit is even lastig. We knippen een touwtje van de ballon af. Want deze ballon willen we over de open kant van het blik heen trekken. Dit is een heel erg lastig werkje en de ballonnen gaan snel kapot. Maar we hebben extra sterke ballonnen besteld. Dus we hopen dat de goede ballonnen, die zijn nog niet binnen. Maar als die binnen zijn, dat het daar goed mee lukt. Kijk, dit moet er omheen getrokken. En dan doe je dat vast, zoals hier, even met een plakbandje, zodat het niet los kan schieten. Hier zit de ballon goed op. Nou, dan hebben we allemaal leuke tapejes of kantjes. Daarmee gaan we de trommel versieren. Nou, je knipt een stuk af. Doet hem rondom de trommel. En zo kun je hem heel erg mooi maken. Nou, misschien zijn er ook nog stickers om hem te versieren. Je ziet, ik heb er ook kantjes op geplakt. Dan doe je gewoon even een beetje lijm rondom en dan plak je het op. Als dit klaar is, gaan we er ook nog de stokjes maken. Daarvoor hebben we 2 potloden en 2 kralen nodig. En de lijm. Je doet een beetje lijm op het puntje van je potlood. En dan duw je daar precies de kraal op. Nou, dat doe je ook bij de andere. Je wacht tot het droog is. En dan kun je trommelen. Lukt het niet met de ballon, dan kun je ook nog altijd zo trommelen. Maar dan is het geluid wel wat harder. Nou, veel succes met knutselen. Maak er wat moois van.